Dit is Dordrecht op 27 april 2015. Koning Willem-Alexander viert hier voor het eerst Koningsdag Nieuwe Stijl. Voor het eerst precies op zijn verjaardag ook, want vorig jaar viel hij nog op een zondag. 48 jaar wordt de koning vandaag. De familie vaart hier dus zo binnen in een nieuwe samenstelling en voor een nieuwe opzet van de route door de stad met de prinsesjes erbij. Goedemorgen. Dordrecht bijt dus het spits af van die nieuwe stijl. De eerste Koningsdag in zijn eigen stijl voor de koning. 1 plaats, niet 2 zoals bij zijn moeder. En geen oud-Hollandse spelletjes meer, zo hebben ze hier bedacht. Wel veel regionale trots. Bedrijfsleven laat zich zien, maar is natuurlijk ook veel cultuur en geschiedenis waar deze oude stad zo ontzettend trots op is. We gaan het allemaal zien de komende uren. We beginnen hier dus op het historische Groothoofd, het begin van de stad. Honderden jaren kwamen namelijk hier de schepen aan die Dordrecht welvaart brachten. En vanaf deze plek kijken de koning en zijn familie naar een parade van schepen. Oude, bijzondere schepen en ook moderne schepen. Indrukwekkend grote moderne schepen. Want de scheepvaartindustrie die is namelijk heel belangrijk voor de economie hier. Oftewel, Hollands glorie te zien vandaag. De koning en koningin zijn dus nu hier naar onderweg, naar de aanlegstijger op het Groothoofd. Ze zouden hier aan kunnen komen, iedere minuut bij wijze van spreken. Op het water is Menno Rehmeijer. Op het drie rivierenpunt hier kun je zeggen, de Beneden-Merwede, Noord en Oude Maas komen hier tezamen. En dat is de plek waar dan die schepen allemaal langs gaan varen, langs de tribune op het Groothoofd. Met de Ark van Noach, een van de trekpleisters die erin zit. Daar gaan ze naar kijken. De koning en koningin komen hier op zeer gepaste wijze. Want hoe kun je hier beter komen dan ook over het water? Ze gaan straks een stukje terug op het wantij. Stappen ze op bij een roeivereniging. En dan komen ze hier met een mooi aangeklede waterbus naartoe varen. Stappen dan af bij het Groothoofd. En gaan vanaf daar zien wat er op het water gebeurt. Want een groot deel, Astrid, je zei het al, gebeurt hier vandaag op en rond het water. Op de kade en ook in de rest van de stad is al heel veel publiek te zien. Maar ook aan de overkant van de kade, daar kun je natuurlijk ook goed terecht. In Zwijndrecht, dat is daar. En in Papendrecht, daar kunnen ze in ieder geval, dat zit namelijk rechts. Daar hebben we Papendrecht. Daar kunnen ze straks ook volop genieten van die botenparade. Maar om de koning en zijn familie van dichtbij te kunnen zien, daarvoor moet je natuurlijk in Dordrecht zijn. En ze hebben een hele mooie route gemaakt, een kronkelende route. Dordrecht, ten oosten dus van Rotterdam. En zoals we ook hier kunnen zien, op dat kruispunt van rivieren. We hebben de route even aan de hand van een 17e eeuwse kaart. Het koninklijk gezelschap komt dus aan op het Groothoofd om te kijken naar die grande parade. Daarna dan varen ze, de koning en zijn familie, met een kleinere boot de historische haven in. Moeten ze onder de befaamde Roobrug door. Dat betekent bukken. Ook voor de koninklijke hoofden, want het is een heel laag bruggetje. Dan, het gezelschap gaat door de jachthaven heen en vandaar naar de Grote Kerk. Bij de Grote Kerk is CM Rajoul. CM, wat gaat daar gebeuren? Ja, ondanks dat het hier dat er nog geen koninklijke leden van de familie te bekennen zijn, is het hier al lekker druk. Alle mensen hier die willen een goed plekje bemachtigen voor als de koninklijke familie hier straks langs komt lopen en dan de grote kerk ingaat. Eenmaal in die grote kerk draait het allemaal om Bach. Iedere 2 jaar wordt er in Dordrecht het Bach-festival gehouden, waarbij alles in het teken staat van de klassieke muziek van Bach. En vandaag worden er 3 stukken van Bach opgevoerd. En ik kan me zo voorstellen dat alle mensen hier langs de route graag in de kerk zouden willen zitten. Maar dat past helaas niet. Dus alleen mensen die vandaag jarig zijn op 27 april mogen straks in die kerk zitten. Zie hem dus bij de Grote Kerk. Vandaar gaat het oude centrum in. Per elektrische bus uitgestapt wordt op het Scheffersplein, waar typische Dordtse producten worden gepresenteerd. Daarna gaat het op weg naar het Hof. Daar is de koning onderdeel van het historisch toneelstuk op het Hof van Nederland. Want dat is de plaats waar de basis is gelegd voor het Nederland van nu. Een belangrijke plek ook voor de Oranjes zelf.
En het bezoek eindigt dan feestelijk op het Statenplein met heel veel muziek van Dordtenaren. Onder wie bijvoorbeeld DJ Lucien Fort en zanger Nielson. Dit was 17e eeuw en dit is Dordrecht vandaag, 2015. We zien de Ark van Noach al liggen. Een heel groot schip. Daar gaan we het straks ongetwijfeld over hebben. Want dat zien we allemaal later vanochtend. Hier komen ze dus aan op het Groothof. En daar is ook Dionne Staks. Ja, en ik sta hier voor de tribune waar de koninklijke familie zo meteen hier op de eerste rij gaat zitten. Maar je ziet, de tribune is verder al lekker gevuld met mensen. Mensen die dus op de eerste rij zitten voor die grande parade. En u ook. Ja, zeker. Kijken ze er enorm naar uit, naar die boten? Ja, dat is heel erg. Ze zijn allemaal zo groot en zo. En is er nou nog één in het bijzonder waar je op gaat letten? Ja, onze eigen groep natuurlijk, de WDZ. Wat is dat? De scoutinggroep Willem de Zwijger, waar we iedere zaterdag naartoe gaan met z'n allen. En hoe spannend vind je het om ze te gaan zien? Ja, ze zijn goed voorbereid. Ik denk dat het allemaal helemaal goed komt. Ga er enorm van genieten. Ja, zeker. En hier inmiddels op het terras van het Hotel Bellevue. Twee heren die Dordrecht zeer goed kennen. Peter Schoon, de directeur van het Dordts Museum. En Teun Muller, u bent voorzitter van de werkgevers hier in deze regio. Dordrecht, cultuur hè? Geschiedenis vooral ook. Dordrecht is natuurlijk de eerste stad van Holland. De oudste stad van Holland. Sinds 2020 stadsrechten. En ja, dat heeft ervoor gezorgd. Een rijke geschiedenis, een mooi verleden. Heel veel monumenten. Ruim 1805. We zijn de achtste monumentenstad van het land. Veel geschiedenis zien we vandaag. Maar meneer Muller, het bedrijfsleven mag zich ook laten zien. Ja, we hebben niet alleen geschiedenis. We kunnen ook in tegenwoordige tijd heel veel laten zien. We willen heel mooie dingen gaan we laten zien. Met name van de regio. Waarom het hier zo belangrijk is. Waarom wat we doen. De mooie producten die we hier hebben. En ja, dat is natuurlijk vooral scheepvaart en scheepsbouw. Want we zitten natuurlijk in het hartje van het logistieke centrum van Nederland. En op weg naar het buitenland ook toe. Achter de haven van Rotterdam. Ja, maar meneer Schoon, we beginnen volgens mij niet voor niks hier, hè? Nee. Dordrecht, wat ik al zei, heeft natuurlijk een hele warme relatie ook met de Oranjes. Zijn hier ook veel geweest. En wat er gaat gebeuren ook straks in het Hof van Nederland, hè, hier, Eerste Vrije Statenvergadering, hè, het ontstaan van de Onafhankelijke Republiek, dat is ook een heel erg Oranje verhaal. En dat vertellen we graag. En we gaan even, heb ik nu begrepen, naar Menno Rehmeijer toe. Want Menno, jij ziet de boot blijkbaar aankomen. Ja, we kunnen een heel eind het wandtij opkijken. En als we dan ons omdraaien, dan zien we daar de schie aankomen. De waterbus, zoals die hier gebruikt wordt. Zoals hier vele van varen. Met daar voor op de boeg het koninklijke gezelschap. Aan de kade al wat publiek daar, maar het meest publiek staat toch daar bij het Groothof waar ze gaan uitstappen. Hier is het zwaaien nog van een afstandje. En dan worden ze zometeen welkom geheten door zeven stoomslepers die hun geluid zullen laten horen. Er zal nog een flypass zijn, kortom gaat van alles gebeuren. Maar ze zijn in ieder geval gearriveerd in Dordrecht. Dat is op het water, maar Menno heeft het er al over. De flypast, blijkbaar komen ze eraan. Meneer Muller, dat zijn de vier Fokker vliegtuigen, begreep ik. Ja, het zijn vier Fokker vliegtuigen. En het bijzondere is, we hebben natuurlijk in deze regio in Papendrecht de Fokker-industrie, de vliegtuigindustrie zitten. En oude vliegtuigen komen over. Een flypast en we horen natuurlijk de stoomschepen met een saluut. Zo haalt Dordrecht alvast
de koninklijke familie binnen. Bert Schoon, Dordrecht, u had het over vol met geschiedenis. Welke boodschap moet de koninklijke familie vandaag krijgen, maar misschien wel heel Nederland wat u betreft? Dat Dordrecht eigenlijk een van de mooiste steden van het land is, vind ik echt een pareltje. Misschien nog niet door heel velen goed gekend, maar ik denk dat na vandaag met al die schoonheid, cultuur, dat het een must is voor iedereen om naartoe te komen. Maar mooi is leuk. Ja, maar het is ook rijk. Als je kijkt, heel veel monumenten, prachtige rivieren, de havens. Het is hier heel goed toe. Eiland, het was een eiland, hè, Dordrecht. Het was een eiland. Dat kun je nog steeds merken? Dat kun je nog steeds merken. We hebben tunnels om hier te komen. Ja, wat je kunt zeggen is echt een waterrijk gebied. Dus goed toeven. Dat vindt u ook, hè, meneer Muller? Ja, dat is heerlijk dat een waterrijk gebied. Want dat is de kans hier voor de industrie. Dus de wisseling hier van zeevaart en binnenvaart. We hebben hier natuurlijk de scheepswerven zitten. Dat, zonder water gaat dat natuurlijk niet. Dus dat, is, ja, dat hebben we hier echt nodig. En het is een eiland. En daar kunnen we gelukkig echt omheen varen nog. De koninklijke familie is bijna bij de aanlegstijger. We varen hier vlakbij de waterbus bij de Schie. Er wordt gezwaaid naar de mensen en we varen hier langs. Te gast bij de broeders Elio en Sirio Barone, die ons ook het komend uur over het water zullen begeleiden. Want we moeten ook langs die hele parade van schepen. Dit is echt Dordrecht wat we gaan zien? Ja, absoluut. Dit is zo mooi. En je ziet het vanaf het water. Deze stad is zo ongelooflijk ondergewaardeerd. En eindelijk komt de koning hier een bezoek doen. Nieuwe stijl, ja. Fantastisch. Beter had niet gekund. En via het water, hè? Absoluut. Wij varen hier vaak. En ja, vanaf het water is Dordrecht zo prachtig, zoals mijn broer al zei. Ja, wij zijn trotse Dordtenaren. We zijn super trots dat we dit kunnen laten zien aan heel Nederland en aan de koning. Het is er wel een beetje opletten ook, want de waterbus zit vlak achter ons. Die gaat proberen om aan te leggen. Dat is dagelijks werk natuurlijk wat hier gebeurt. Ja, tuurlijk. En het is hartstikke mooi dat ze met de waterbus komen. Ik maak wel eens de vergelijking met Venetië. Dit zijn onze vaporetto's. Het is fantastisch. Het is het grootste openbaar vervoernetwerk op het water van Nederland. Ja, en je ziet het drie rivierenpunt, schitterend. Nou worden we hier toch een beetje nat. En misschien dat onze cameraman ietsjes naar links kan draaien. Dan kunnen wij de sleephopper zuigen. Wat is die aan het doen? Ja, die is water aan het opspuiten. Normaal spuit hij zand op. Hè, voor bijvoorbeeld in Dubai. Hè, dat allemaal Nederlandse techniek. Heel wereldwijd zijn wij heel erg ver in die techniek. En dat wordt straks ook getoond. Dus ja, super. Opnieuw vliegen die vier oude Fokker-vliegtuigen over. En hier zien we al een voorproefje van wat Dordrecht allemaal te bieden heeft. De waterbus dus. We zien dus koning Willem-Alexander, koningin Maxima met prinses Alexia voor koningin Maxia. Maar prinses Laurentien dan, prins Constantijn, prins Pieter Christiaan met zijn vrouw prinses Anita. Rechts prins Bernard met prinses Annette. En daarachter prins Maurits met prinses Marilène. Er niet bij zijn natuurlijk prinses Beatrix en prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. De bloemenmeisjes die zometeen de bloemen gaan geven aan de koninklijke familie. Ook er niet bij zijn prins Floris en prinses Emé. En dat komt doordat de vader van prinses Emé afgelopen vrijdag is overleden na een kort ziekbed. Dus vandaar dat zij er vandaag niet bij zijn. Prinses Amalia. De burgemeester van Dordrecht, hier staat hij helemaal klaar, Arno Brok.
en de commissaris van de Koning, Jaap Smits. En we zien het op de kerkklok. We lopen op tijd. Burgemeester Arno Brok hier links. En op de manier waarop dus vele duizenden mensen vanuit Rotterdam bijvoorbeeld naar Dordrecht komen. Zo is ook de koninklijke familie nu aanland op het Groothoofd. Met voorop koning Willem-Alexander en zijn oudste dochter, prinses Amalia. Prinses Alexia daarachter. En hier is prinses Ariane met koningin Maxima. Prins Constantijn en prinses Laurentien. En de koninklijke familie gaat daar dus zo meteen klaarstaan om te kijken naar die parade, die grande parade. Weer veel hoge hakken vandaag. Maar ze staan voor niks, de prinsessen. Dat hebben ze in de loop der jaren wel bewezen. Het is in de Koningsdag een nieuwe stijl. Traditioneel wordt de koning of de koningin natuurlijk gefeliciteerd door de minister-president. Dat heeft premier Mark Rutte ook in nieuwe stijl gedaan. Bijvoorbeeld met een Twitterbericht. De koning viert vandaag zijn 48e. Van harte gefeliciteerd. En ik wens iedereen een mooie Koningsdag. En ook via Facebook heeft hij dat gedaan. Oftewel ook de felicitatie in een nieuwe stijl. Maurits en prinses Marilyn gaan ook de bloemenkinderen nog langs. En prinses Marilyn krijgt haar bloemetje. Bij mij nog steeds Peter Schoon en Teun Muller. Het Groothoofd, we hadden het al wel heel even over Peter Schoon. Maar het Groothoofd is niet voor niets de toegangspoort tot Dordrecht. Niet voor niets het beginpunt dus van deze route. Nee, klopt. Je kunt zeggen, toen de stad stadsrechten kreeg, kreeg er ook de kans om zich af te scheiden van het platteland wat er omheen zat met muren en stadspoorten. En Dordrecht heeft 12 stadspoorten gehad, er zijn er nog 2 van over, van deze het Groothoofd wel de belangrijkste is. Het is ook historisch grondgebied. Eeuwenlang was dit eigenlijk de belangrijkste plek waar vreemdelingen Dordrecht binnenkwamen. En heel wat prinsen van Oranje zetten hier voet aan wal. En werden dan op de kade zoals ook nu vandaag vorstelijk onthaald. En intussen is de grande parade begonnen, meneer Mulder.
Dat was de waterbus. Die werd vertrokken. De waterbus en zijn straat. Dit is, als we zagen, Alblasserdam. Dit zijn de drie prinsessen natuurlijk. Dit is de overkant, dit is Papendrecht. Daar worden 48 ballonnen omhoog gelaten. Natuurlijk omdat de koning 48 is geworden. Maar ze worden omhoog gelaten aan een touw van 10 meter. Zo blijven ze lekker hangen in het zicht, maar ook is het beter voor het milieu. En wat is een streephoeperzuiger? Ik ben ervan overtuigd dat minstens de helft van de aanwezigen op dit gebied. Welk schip is dit? Nee, van Boskalis. Een grote hopperzuiger. Je ziet aan de voorkant dat het inderdaad water kan spuiten. Hij kan water. En het zandmengsel, daar op die manier kan hij dus ook land winnen. En deze arm die je nu ziet, dat is de arm waarmee hij het zand of de modder opzuigt. Dus het maakt een mengsel van water en zand, dat wordt opgezogen in het beun, in het schip zelf. En als hij het weer afgeeft op het land, spuitend, zoals de Palmeilanden aangelegd zijn, zoals de Tweede Maasvlakte aangelegd, dan spuit hij het voor zich uit en kan het dan ophogen. Nu zien we het verhaal van Kinderdijk, het wiegje dat aanspoelt. En dat in de verwijs naar de Sint-Elisabethsvloed van 1421, dat er een wiegje met een kind aanspoelde aan de dijk. Vandaar ook Kinderdijk bij Alblasserdam. Over het kindje toen werd volgens de verhalen opgevoed verder in Dordrecht. En dat is goed verder gekomen. Het eigenlijk is dat uiteindelijk het kindje heeft het gered omdat poes continu van links naar rechts ging op het mandje, waardoor het veilig de kade had. De Ark van Noach hoort ook bij Dordrecht tegenwoordig. Ja, de Ark van Noach inderdaad. Het is natuurlijk een imposant schip gebouwd is uit een bepaalde overtuiging van iemand die het echt helemaal zelf gebouwd heeft. En zonder enige subsidie dit volledig in elkaar gezet heeft. En het is inderdaad zo ziet het schip er van binnen uit, hè? Zo ziet hij er van binnen uit. Het is, het is imposant. Het ligt hier in de Biesbos, in een wijk, dat een nieuwe wijk gaat worden. Het is een enorm imposant schip. En uiteraard van alle dieren twee aan boord. Ja, volgens het Bijbelverhaal moeten van alles twee aan boord zijn. Dus er zijn inderdaad van alle dieren twee. Je ziet op het voordek en op het achterdek zie je dat een giraf staan. De andere beesten hebben zich nog, in mijn ogen, ik zie dat ik wat beertjes voorbij lopen en apen op het dak. Die zijn toch redelijk levend in dit geval. Normaal vaart het niet, hè? Nee, hij ligt opgeslagen, of tenminste opgeslagen hier in de Biesbos haven bij Dordrecht, daar ligt hij. En ik heb begrepen dat hij in het eind van het jaar naar een ander plaatsje gaat in deze regio. De symboliek hierachter is ook weer, hè, het eiland Dordrecht is als de Ark van Noach. Hè, een eiland wat zichzelf ook helemaal kan bedruipen. Dus daar ligt ook een soort inhoudelijke relatie. Ja, en ook met de toekomst, met de nieuwe Deltawet, de tweede Deltawet. Waar inderdaad in verband met het klimaatverandering en de stijgende water, dat er ook waarschijnlijk ook in deze regio onszelf voor een groot deel zullen moeten helpen. We moeten echt ook verwezen naar, niet alleen van wat Peter zei, van naar het verleden, maar ook naar het heden, naar de toekomst ook, van de zelfredzaamheid van ook van deze regio. Ja, en daar is zo'n ark dan symbool voor. Daar is de ark het symbool voor. Behoorlijk snel. De ponton die u ziet staat in een grietketen, speciaal gemaakt door delen van de schoutengroepen uit Dordrecht en omstreken. Die grietketen verwijst naar dat punt. Daar zien we een stoet wat kleinere scheepjes. Dit is de scouting, de boot met de scouting.
Want iedereen mag zich hiermee ook een beetje presenteren dus, hè? Ja, we worden ook heel erg duidelijk hier een mengeling laten zien van inderdaad van de industrie. Van degene die de bakjes en de pontons en de sleepboten hebben. Maar ook naar het verenigingsleven van deze regio. En natuurlijk met zo'n waterrijk gebied is een scouting is daar een van die zeker ook op het water te vinden is. De waterscouts, ja. Als groet laten ze inderdaad het zeil zakken en trekken ze weer op. Dus dat is inderdaad een groet vanuit zeilschepen. Een groet aan de koning, het koningspaar, om inderdaad door het zeil te laten strijken en weer op te hijsen. Is dat inderdaad een wijze van groeten. Op zeeschepen is het vaak de nationale vlag laten zakken. Voor zeilschepen gebeurt dat heel vaak met het zeil te laten zakken. En je ziet ook dat de voorzeilen zijn gezakt en daarna gaan ze straks weer omhoog als groet. Overigens ook koningin Maxima is beschermvrouw voor de scouting in Nederland. Dus er is ook een link naar ons koningshuis. En in de verte ziet u al de stoombadmolen Friesland van 1935. Die sinds 1988 in eigendom is van de stichting Stoombadmolen Postalis. De Friesland ligt aangemeerd bij het Nationaal Bakkenmuseum in Stierland. We zien dat er nog een hele stoet aan zit te komen. Ja, een grote stoet waar natuurlijk vanuit de regio natuurlijk de baggerschepen daar een prominente plaats in nemen. Dit is een baggermolen, een emmerbaggermolen, echt een stukje geschiedenis. Hij ligt dan ook bij het baggermuseum in Sliedrecht. Echt een belangrijk museum wat betreft de techniek van het bagger van vroeger. Want Sliedrecht is natuurlijk de baggergemeente van deze regio. Er werd natuurlijk hier heel veel gebaggerd door de Elisabethvloed in 1421. Is eigenlijk Dordrecht of het gebied eigenlijk in een soort binnenzee terechtgekomen. Met veel slip en klei en zo. Dus uiteindelijk is het vanuit de historie ook zo dat het baggeren hier echt als plek heeft. Ah, dus ze zijn hier zelf begonnen eigenlijk in eigen gebied. Precies. En zo goed in geworden dat ze het nu over de hele wereld doen. Precies. Ja. Dat is inderdaad de link. Je ziet het natuurlijk, de andere oevers. Ja, dit is Papendrecht, maar er staan ook heel veel mensen. Die dus vooral naar de schepen aan het kijken zijn. Want ik denk dat ze de koninklijke familie niet kunnen onderscheiden van die afstand. Nee, maar het mooie is wel, het is ook echt een feest voor de Drechtsteden. En dat was natuurlijk ook echt de intentie ook van de koning. Hè? Naar een stad gaan met een hele belangrijke regiofunctie. Ja, dit is Papendrecht. Het is natuurlijk een prachtig beeld van het drie rivierenpunt, de Noord, de Merwede en de Oude Maas. Wij zitten inderdaad op de kop van het geheel. Hieronder, dat is Zwijndrecht. Rijkswaterstaat is natuurlijk verantwoordelijk voor het verkeer, ook op het water. Kijk, die zit hier op de toren. En die regelen dat al die schepen op juiste snelheid voorbij komen. Want dat is nog geen eenvoudige klus, denk ik, meneer Muller. Nee, ik denk dat... We kunnen er even mee meeluisteren.
Dat is minutieus werk bijna, meneer Muller. Het is absoluut een minutieus werk en ik heb mijn petje volledig af voor de heren die dit zo in elkaar gestoken hebben. Want het valt niet mee. Het zijn grote schepen en dat is een hele massa die in een bepaalde manier de snelheid vooruit moeten komen en ook weer afgeremd moet worden en toch weer veilige vaart moeten houden. Dus het is echt een heel minutieus. We zagen ook net een van de baggerschepen weer voorbij komen. Dat is een schip van Dutch Dredging, van baggerbedrijf De Boer. En dat symboliseert ook hier ook de sterkte van deze industrie in deze regio. Ja, je hebt natuurlijk hele grote schepen ertussen zitten. Je hebt hele kleine scheepjes tussen zitten. En die moeten allemaal in hetzelfde tempo doorkomen. Dat is de moeilijkheid ervan dus? Ja, dat is de moeilijkheid om dat inderdaad in een bepaalde snelheid te doen. Waarbij natuurlijk altijd afwachten wat voor weer zouden we vandaag hebben. En zou het hard waaien? Zou het weinig waaien? De stroom moet je een beetje inschatten. Dus heel precies afregelen. Dit is een kraanschip. Dit is een kraanschip en dat geeft ook aan wat het belang is ook van het waterschap hier in de regio. Want hiermee wordt ook het schip van het schip De Kreeft. De regio, het waterschap heel erg belangrijk is. Je ziet hier de steen storten, het stenen storten om uitslijpen van de bodem tegen te gaan. Om de dijken in de ondervoet dus onder water te kunnen beschermen. Ja, en dat water wat aan de zijkant uitkomt, ik begrijp dat een groet aan de koning is. Dus. Dat zou de groet aan de koning moeten zijn, ja. Menno Rehmeijer, jij bent nog steeds op het water. Goedemiddag, waar komen jullie vandaan? Dordrecht. Van de scouting? Ja, we zijn van de scouting, Willem de Zwijger van 3. En dit is ook echt Dordrecht, scouting op het water? Ja, lekker gezellig. En nog een beetje kunnen zwaaien ook, naar de koning en koningin? Ja. Ja, het interview is een beetje lastig zo, want we zijn ver weg. Maar wat heb je gedaan? We hebben gesalueerd. Gesalueerd? Ja. Gesalueerd, ja. En deed de koning een saluut terug? Voor mij wel, ja. Hij zwaaide in ieder geval. Daar ben ik blij om. Veel plezier. Dankjewel, jullie ook. En hier komt letterlijk een cadeautje langs. Dat is een museum, hè? Het is een museum, binnenvaartmuseum. Het ligt ook hier in Dordrecht. Dat is een voormalige duwboot van de CFNR, een Franse rederij. De Siegfried, maar ook hier in Dordrecht gebouwd. En verpakt aan een cadeautje is eigenlijk een lesbak. Dat is een vroeger systeem van vervoer. Eigenlijk een voorloper van het containergebeuren, maar dan drijvend. Er worden heel erg luid geklonken met de scheepsbellen, ook als groet aan de koning. En op het achterdek wordt inderdaad de Nederlandse vlag gestreken en weer gehesen. En dat ook is een groet aan het koningspaar. Dit is ook weer de verkeersleiding die dus op die manier precies bijhouden wie waar is. Nou, dit soort schepen kun je in iedere haven tegenwoordig gewoon weer zien. Ga er maar mee, ga er maar mee. De koning kent deze boot overigens. Heeft er ooit ook zelf een foto van gemaakt en het op Facebook gezet. Oh, hij heeft op de... Ik heb het verkeerd begrepen. Ik kreeg iets door. Ik heb het verkeerd begrepen. Hij heeft een foto gemaakt van de aankomst toen hij op de boot zat. Dus op de waterbus. Nee, ik dacht, hij is vast in dat museum geweest. Maar hij kan daar naartoe, hè, meneer Muller? Hij kan er nu naartoe, ja. Het beeld vanuit de helikopter zie je inmiddels een heel groot containerschip, twee grote containerschepen aankomen. Het eerste containerschip wat we zien is de Eiger Nordwand. En dat is een schip, dat is het hele bijzondere, maar dat zie je aan de buitenkant niet. Dat vaart op LNG, dat is vloeibaar gemaakt aardgas. Dat is heel erg goed voor het milieu, geen uitstoot. En dit schip vaart normaal gesproken op een lijndienst tussen Rotterdam, Antwerpen en Basel. Dat is een groot traject. En in het schip is een gigantische tank ingebouwd om het aardgas op te slaan. Want onderweg zijn er nog erg weinig punten waar je kan bunkeren, waar je gas kan bunkeren. Het is een heel modern schip. En op het schip, maar het is net voorbij, was ook gezien een spandoek van het schepen die hier gebouwd worden, jachten van Oceanco, zoals we het in Dordt zeggen, maar de directie wil graag dat ik het Oceanco gaat noemen. Oceanco van een hele grote
jachten. En nu weer een groot containerschip en dat alles in oranje, wat natuurlijk prachtig, prachtig geheel geeft, het geheel. Een schip van Contargo Trimodaal Netwerk uit Zwijndrecht. En dit is dan een binnenvaartschip? Of... Het zijn binnenvaartschepen. En ja. Binnenvaart is in deze regio heel erg belangrijk. Dat zal straks ook wel blijken met de bijdrage uit Zwijndrecht. Want de tekst staat hier ook op het schip. Straks waarschijnlijk in beeld gaat komen. Zwijndrecht, de thuishaven van de binnenvaart, feliciteert de koning. Ja, want Zwijndrecht, daar wonen heel veel binnenvaartschippers. Ja, Zwijndrecht is de gemeente waar de meeste binnenvaartschippers ingeschreven zijn. Of ze wonen meestal gedeeltelijk op het schip of aan de wal. Maar Zwijndrecht is in deze regio de gemeente waar de meeste binnenvaartschippers ingeschreven staan. En als je dat eenmaal weet, zie je op heel veel schepen Zwijndrecht staan. Thuishaven is heel vaak Zwijndrecht, dat is inderdaad juist, ja. Kijk wat een mooi uitzicht we hebben eigenlijk op het groot hoofd. Hè? Met de poort die zo dominant aanwezig is met in het midden de Stedenmaagd. Ik weet niet of we dat goed kunnen zien. Maar de Dordtse Maagd, die daar zo mooi zichtbaar is. Als teken ook voor zeg maar de schoonheid van de stad. Met in de ene hand het wapen van Dordrecht en de andere palmtak. Weer verwijst naar vrede en voorspoed. Straks gaan we die poort in al zijn glorie zien, want daar gaat de koning onderdoor. Precies. Daarmee is hij niet de eerste. Zeker niet de eerste. Nee. Velen zijn hem voorgegaan. Onder wie bijvoorbeeld Napoleon? Ja, zeker. Willem van Oranje, keizer Karel V, koning Philips II, Alva is er, Napoleon. Ook koningin Maria de Medici, koningin van Frankrijk, is daar onderdoor gegaan. Kijk, hier zien we die poort. En mooi is ze. Wat je ziet, de maagd is gezeten in een tuin. Een omheining die enerzijds haar ongehuwde staat symboliseert, maar anderzijds dus verwijst naar de onneembaarheid van de stad Dordrecht. Omdat ze nu eenmaal omgeven is door water. Wat je nu voorbij ziet komen is een groot platform van Herema. En dat is, en het mooie ervan is, en dat is ook wel goed te zien, aan boord van het platform staan allemaal mensen. En dat zijn mensen van de bedrijfsschool. De Herema heeft een grote bedrijfsschool. En als je dan goed kijkt, dan zie je daar ook een heleboel vrouwelijke personen, medewerkers staan van het bedrijf. Want het wil echt ook uitstralen. De techniek is niet alleen voor de mannen, maar ook zeker voor de vrouwen. En het is ook niet meer vuil en vies zoals het vroeger uitgezet werd. Het is een Herema, zit in Zwijndrecht hier. Herema Fabrication is een vooraanstand gebeuren op van de industrie hier. Het wordt overigens versleept door een ponton van Muller, een zwaar transportbedrijf hier in Dordrecht. En gesleept ook door sleepboten van dat bedrijf. Muller, een naamgenoot? Ja, dat is absoluut een naam. Ik heb me daar 35 jaar weken mogen bemoeien. Dat is altijd een groot plezier geweest. Ja, inmiddels overgenomen door een neef van u. Ja, inmiddels zit er een neef van mij. Ja. Voor staat een sleepboot en achter is een duwboot. En het bijzondere aan die duwboot is dat ze sturen het heel ver boven het geheel, boven het schip uit kan heffen. Het moeilijke van het hele gebeuren is dat deze ponton, afgezien van de lading, is voor een groot deel met water geballast. Dus het is een gigantische massa. En om dan alles op tijd stil te krijgen en op weer de snelheid te krijgen, is de uitdaging van dit gebeuren. We zien nu overigens beeld van een camera die op een van de schepen staat. Nadat we zo heel mooi meer meevaren. Kijk, daar. Ja, wat nu eigenlijk voorbij komt, is een grote kraan van het zeehavenbedrijf Dordrecht. En om een idee te geven hoe groot die kraan is, als je op midden van het voetbalveld staat, dan kan deze container van de ene kant in het doel naar de andere kant in het doel zwaaien. En de bedoeling is, als het zo allemaal lukt, dat het een soort pirouetje hier voor het groot hoofd gaat maken, waarbij de kraan de ene kant opdraait en het schip eronder de andere kant opdraait. Dus het is een heel bijzonder pirouetje. Ik ben benieuwd hoe dit gaat worden. Nou, spannend.
En hier draait het schip. Het lukt. Het schip, hele grote schip maakt een... Het schip draait de ene kant op en de lading, de container, draait precies de andere kant op. Tegengesteld ritme. Dansen op het water. Meneer Muller, we gaan even afscheid nemen. Nee, ik zeg het verkeerd. Meneer Schoon, we gaan even afscheid nemen van u. Want u moet naar het Hof. Want het Hof van Nederland. Het Hof van Nederland is een van de onderdelen van het programma zometeen. Waar de geschiedenis volop tot uiting komt. Daar gaan we het dan volop over hebben. Ik wens u heel veel plezier daar. Dank u wel. Voor het eerst in lange tijd kan er ook weer echt een verjaardagslied aangegeven worden natuurlijk op Koningsdag. Want koning Willem-Alexander is ook echt jarig vandaag. Prinsesjes kunnen zien dat het in de wind wel best koud is. Amalia zit een beetje ingedoken. En ook Alexia en Ariaan. Maar voor het allereerste keer het grootste deel van de dag erbij. Een deel van de route zullen ze er even niet bij zijn. Bij Doklok hoeven mensen die risico's niet meer te nemen. Het inmiddels wereldwijd gepatenteerde systeem. Oranjehandjes. Oranjehandjes, inderdaad. Op een tankschip. En dat tankschip is een schip dat smeerolie levert aan de zeeschepen. En het bijzondere van het schip dat ze aan de zijkant zie je die oranje arm bewegen. Dit schip meert af, met behulp van magneten tegen een schip. En dat is een ontwikkeling die hier in deze regio vandaan gekomen uit van de firma Manpai. En dat is, hoef je dus niet met trossen vast te maken. Het geeft veel meer veiligheid en het is ook veel makkelijker, omdat je veel makkelijker de verschil van hoogtes daarmee kan overbruggen. Als er langs een zeeschip ligt, kan je zien dat zo'n relatief klein binnenvaartschip tegen zo'n hoogzeeschip, dat problemen zou kunnen geven met afmeren. Overigens, je zag ook een lange arm. En dat is de arm waarmee de slangen overboord gezet worden naar de zeeschepen toe, dus om de hoogte te overbruggen. Is dat een landingsplatform? Nou, dat is... Nee. Dat is... dus dit is de subsea. Dus dat grote schip dat daar vaart, dat komt straks nog een keer prominent in beeld. En daar zit ook een hele helikopterdek op. Dat is een schip dat de Seven Sun, die vanuit het IRC komt. En dit is... Dat is ook een manier van voortbewegen natuurlijk. Hè? Dus met de kracht van waterkracht wat je allemaal mee kan doen. En dit is, op het achterschip staan ook diverse manieren van voortstuwing te zien. Het mooie ervan is dat ze allemaal bedrijven hier uit de regio. Kijk, ik neem aan dat het niet voor de lol verzonnen wordt om zo over het water heen te gaan. Dat heeft een functie, of niet? Nou, ik denk dat dit is inderdaad dit wel een beetje, voor de lol is. Dit is het lolletje, maar dat geeft heel duidelijk aan waar het bedrijf mee bezig is met manieren van voortstuwen. En die zien hier achterop wat getrokken wordt, scheepsschroeven en manieren van voortstuwing. Nee, dit is wel voor de lol. Dat kunnen we nu goed zien, hè? Nee, maar ook met waterkracht. Vroeger werd er alles met scheepsschroeven gedaan, daarvoor natuurlijk met zeil. Maar dit is natuurlijk ook een manier, krachtig water spuiten,
op die manier kan je ook naar voren komen. Er zullen straks zeker nog meer schepen zijn die deze manier van voortstuwing hebben. Het zeiljacht Blue Silence, het zeiljacht Droog Brood en het bootjacht White Princess. Want die is uitgerust met een traditioneel startkanon. We hebben het dus over de watersport en ik kan u melden dat Dordrecht verdeeld over 10 jachthavens en 14 watersportverenigingen zo'n 2000 ligplaatsen voor de pleziervaart heeft. In de regio liggen bij elkaar meer dan 1000 jachten. En u hoorde zojuist de naam al vallen, in Dordt zijn we trots op onze koninklijke Dordtse roei- en zeilvereniging, opgericht in 1851. En daarmee een van de oudste watersportverenigingen van Nederland. Koning Willem III was vanaf 1852 beschermheer van de vereniging. Menno, jij bent bij de Piet Hein. Schip Astrid, dit is de Piet Hein. Dat is het huwelijksgeschenk van het huwelijksgeschenk voor koningin Juliana en prins Bernhard toentertijd. Toen nog prinses Juliana trouwens. Inmiddels ruim 70 jaar oud. Niet meer in particulier bezit, maar in beheer van een stichting die het wel weer wil gaan gebruiken en ook echt in de vaart wil houden. Bijzonder natuurlijk ook dat deze meevaart in die Grande Parade en zo voorbij mag varen aan koning en koningin. Zeker de koning die hier nog wel misschien herinneringen aan zal hebben. Hiermee scoort Hendrikie de Ambacht in ieder geval bij prinses Amalia. Ja. Deze week kan je ook weer een beetje warm worden op de tribune. Ja, we hadden straks over die regionale functie. De koning had ook aangegeven, ik wil naar een plaats toe die een regionale functie hebben. Die is hier meer dan lippendienst. Hè? De Drechtsteden zijn echt een eenheid. Het is echt een eenheid en misschien moet het nog veel meer een eenheid worden. Het is heel, heel prettig dat we elkaar hier proberen te versterken met de dingen die we zijn. En gezamenlijk zijn de Drechtsteden nog een redelijke grote stad in de orde van grootte van Utrecht. De burgemeester van Dordrecht is ook niet alleen maar burgemeester van Dordrecht, maar ook voorzitter van die Drechtsteden. Hij is voorzitter van de Drechtsteden en de Drechtsteden heb je dan ook echt een soort wethouders. Dat zijn de portefeuillehouders. Op deze manier is het min of meer geregeld om dat zoveel mogelijk eenheid in het gebied te krijgen. En ook veel dingen gezamenlijk te doen. Vandaar ook al die voorbeelden. Nu een heel groot passagiersschip dat hier in Haringsveld gebouwd wordt. Dat overigens waarschijnlijk binnenkort tot de Drechtsteden gaat toetreden. En als ik goed geïnformeerd ben, zitten hier ook inderdaad de mensen aan boord die echt een vakantiereisje geboekt hadden. En nu opeens op het laatste moment hoorden dat ze mee mochten zwaaien en de optocht mee gingen doen. Dus het is een schip dat onder Duitse vlag vaart, maar voor een heel stel van deze schepen zijn allemaal hier in Hardingsveld gebouwd. Ja, en ik denk dat ze ook willen aangeven dat ze met vele internationale gasten en misschien wel ook bemanningsleden te maken met al die verschillende. Ja, het is ook een booming industrie op dit moment. Er komen heel veel van dit soort schepen in de zomerperiode in dit gebied. En niet alleen in Dordrecht, maar ook met name het hele gebied. En als ze in Dordrecht zijn, vaak de bus nemen ook naar Alblasserdam of naar Kinderdijk om de molens en de regio te zien.
Dordrecht vanuit de lucht. Zo ziet u het niet vaak natuurlijk, hè? Nee, is dit nou genieten voor u? Dit is inderdaad genieten. Maar ik geniet ook vooral van de hoop industrie die ik dan hier in deze regio zie. Dit is de iPad-boot. Dat moet ik misschien eventjes uitleggen. Mensen hebben allemaal, als ze Dordrecht binnenkwamen, een flyer gekregen met een app die ze konden downloaden. Kijk, de koninklijke familie heeft die duidelijk ook gekregen. Daarmee kunnen ze nou die boot scannen. En dan zie je ineens niet meer dat spandoek met dit teken. Maar dan zie je een figuur ontstaan die van alles doet. ...voor onze voetbaltrots FC Dordrecht in de Eredivisie. Helaas is de degradatie inmiddels een feit, maar voor het voetbalseizoen. Zo ziet het er in het echt uit. En wat we net zagen, zo zag het er dus op de iPad uit. Dit is wat prinses Alexia op dit moment ziet. We zien het Nationaal Medisch Museum uit Dordrecht. Dat ze presenteert op de zeeslepen de Elbe. Een schip dat eind jaren 50... Hier een oude zeesleeboot, de Elbe, maar aan boord, en dat is ook het bijzondere van, is het Nationaal Medisch Museum, dat ook hier in Dordrecht zich gevestigd heeft. Via geluidsbord zult u trouwens een hartslag tonen als de kinderen een stethoscoop op elkaar zetten. Hun boodschap is, met een glimlach in de hartslag. En als het goed te horen is, zou er ook een hartslag te horen zijn. Want met een glimlach en een hartslag groeten zij de koning. Turnen. Want ook sportverenigingen kunnen zich dus presenteren vandaag. Ook sportverenigingen en sommige oranje verenigingen zijn deze manier ook vertegenwoordigd in deze grande parade. Zou dit een oproep zijn aan de prinsesjes of aan alle meiden van Nederland? Nou, ik denk het laatste. Dat laatste zeker, maar ook duidelijk om aan te geven dat de techniek zeker niet alleen voor de mannen, voor de jongens is weggelegd. En zeker toegankelijk is en heel goed toegankelijk is voor de meiden, zoals het erop staat. De waterbus, de verbinding tussen in de Drechtsteden onderling, tussen de steden, de verbinding naar Rotterdam. En de molen erop symboliseert het nieuwe aanlegpunt dat er gaat komen dit jaar in Kinderdijk. De molens van Kinderdijk. En waterbus bestaat dit jaar 15 jaar. En, Daarom hebben ze ook een nieuw uiterlijk gekregen. Hè? De waterbus, deze en waar de koninklijke familie mee aankwam, die zijn helemaal opnieuw gerestyled. De waterbus is inderdaad heel belangrijk in deze regio. Maken daar nou veel mensen gebruik van? Er maakt steeds meer mensen gebruik van. Je kan inderdaad betrekkelijk snel kan je in het centrum van Rotterdam komen, maar ook tussen de steden onderling is het een prima manier van vervoer. En het is een netwerk geworden. En het is steeds drukker geworden, steeds meer mensen die ermee meegaan. Geen last van files natuurlijk. Ja, en prettig ook is, je kan heel makkelijk je fiets meenemen. Dus ook voor de toeristen, je kan een rondje fietsen in deze regio en dan de stukken overbruggen per schip. Ja, Kinderdijk lijkt me een bestemming die vooral voor toeristen bestemd is. Kinderdijk is inderdaad voor de toeristen, maar ook de rest van de polder, de Albassewaard, is heel mooi om te gaan bekijken. En dan natuurlijk de Biesbos in deze regio. Deze boot speciaal voor de Biesbos? Nee. Er stond toevallig een boompje op. Dit is een milieuboot. Dit is een milieuboot, ja. Dat is ook de manier waarop de afvalolie, de afgewerkte olie opgehaald wordt. Het is overigens ook
aantal schepen die erbij komen, ook inderdaad voor de veiligheid van deze regio. En in 1962 van de koninklijke roeiersvereniging Eendracht, we zien de loodsboot Aquila, de milieuboot. Je ziet hier de nieuwe brandblusboot. Het is een heel snel varend schip. Het moet toch officieel in gebruik gesteld worden, maar heel snel en heel veel opgelossen. En dan natuurlijk de schepen van de kustwacht, de tonnenleggers, de boeienleggers. Ja, een prominent in beeld, iets heel moois, een kabellegger, pijpenlegger, de subsea van die IAC in deze regio gebouwd is. Menno is bij de blusboot. Ja, de blusboot die heeft net eventjes laten zien wat hij kan blussen op het water. We gaan nu langs de boot van de kustwacht. Het is al zo fijn dat ze zich dan laten horen. Waar het voor ons weer moeilijk wordt om ons verstaanbaar te maken. En wat we nu horen is de horen en die komt van, volgens mij, de Seven Sun. Enorm schip wat hier precies in het midden van het vaarwater ligt. Ja, de Seven Sun ligt daar midden op het water. We moeten ook een beetje op ons tellen passen, want er schijnt nog iets water te gaan spuiten. En we hebben het al voor de uitzending gemerkt. Toen waren ze hier vanochtend vroeg al bezig met het spuiten. Toen leek het even of het regende. Maar ik neem aan dat het zo hier gaat gebeuren. Dit enorme schip wat precies op de kruising van het drie rivierenpunt ligt. We zijn vrijwel aan het einde gekomen, meneer Muller, van de Grande Parade. Dat is het einde van de Grande Parade met het pareltje uit deze regio. Een schip dat zelfs nog afgeleverd moet worden, dat even van de werf hier naartoe gekomen is en straks weer terug gaat naar zijn plekje in Kinderdijk. De Seven Sun is een zogeheten flexibele pijpenleger. Hij wordt straks van het schip een fles overboord gegooid met een... Volgens een oud zeemansgebruik met een groet voor de koning. En bent u een beetje tevreden over wat Dordrecht hiermee heeft kunnen laten zien op het water? Ja, Dordrecht en de regio heeft het echt een prachtige kans gehad om aan Nederland te laten zien. En zeker voor de koningsbaan te laten zien wat we hier doen. Maar ik had de indruk dat de koning zeker al redelijk goed op de hoogte was van wat we hier in deze regio doen. Die groet waar Menno het over had, de groet met water. Dat is de brandblusboot die nog een beetje een show geeft op de vaarweg terug. Langs de kant van Zwijndrecht en Dordrecht. Applaus voor deze grande parade, want die is dus inderdaad ten einde gekomen. De sleepboten gaan de Seven Sun, dat hele grote schip, nu keren. Een zeer spontaan applaus, prachtig. En dat was het, majesteit. Waar zou het dan nu naartoe varen, denkt u? Het gaat nu terug de Noord in, gaat nu richting Kinderdijk weer. Dat is ook op zich een hele precieze toestand, want hij moet straks door de Albassen op zijn brug heen. En dat houdt maar een heel klein beetje over
Dat ze vanochtend op die manier is hij opgekomen. Dus op zich is dat een hele, op zich ook alweer een hele operatie om te doen. Het is een hele mooie schip wat ook diverse producten, een aantal flexibele pijpen leggen. En, een product van deze regio. Ja, het is duidelijk een economieverhaal ook, al deze schepen. En dat is ook wel de insteek van koning Willem-Alexander. Handel, economie. En uit de enquête die Ipsos gehouden heeft, blijkt ook wel dat een ruime meerderheid van de Nederlanders het goed vindt dat de koning zich in zijn rol als staatshoofd inzet voor die Nederlandse handel en economie. Al vindt ook een kwart dat hij zich op andere onderwerpen wat duidelijker misschien moet profileren, vooral op het gebied van integratie. En dan gaat de koninklijke familie nu dus onder die Groothoofdspoort door. Die poort waar onder andere Willem van Oranje ook ooit door Dordrecht is binnengekomen. Dordrecht gold dus lang, meneer Schoon vertelde het al, als vrijwel onneembaar. Helaas, de hertog van Alva voor de Dordtenaren lukte het wel tijdens de 80-jarige oorlog. Maar gelukkig voor de Dordtenaren lukte het de watergeuzen daarna ook. Die bevrijden Dordrecht in 1572. En over dat jaar gaan we het straks nog uitgebreid hebben in het Hof van Nederland. Dan krijgen we op een leuke manier een lesje geschiedenis. De koninklijke familie gaat nu naar de instapsteiger. Daar gaan ze de Dordtenvaar in. De boot waarmee ze Dordrecht door zullen varen. Over zijn boot waarmee je ook als gewone toerist of als gewone Dordtenaar kunt varen. Het is een officiële fluisterboot en er worden vele rondvaarten mee gehouden. En dit is de koning groet de koning. Allerlei mensen die de koning heten, die staan daar. En die mogen zwaaien naar de koning, oftewel de koning groet de koning. Dordtenvaar, elektrisch aangedreven dus. Inmiddels oranje. Ik begreep dat hij tot niet zo lang geleden groen was, meneer Muller. Volgens mij was hij inderdaad een heel lange groen, maar inderdaad nu oranje. De koninklijke familie stapt dus in de Dordtenvaar. Dat die elektrisch aangedreven boot, vandaar dus fluisterboot, want hij maakt niet veel lawaai. Hier komt ook de commissaris van de koning voorbij, Jaap Smits. Hij gaat uiteraard mee aan boord. Door de haven van Dordrecht. En dat gaan ze doen door hier dadelijk onderdoor te varen. Dan komen ze eerst nog even weer langs het Groothoofd. Dan gaan ze via de Wolwevershaven en de Nieuwe Haven richting de Grote Kerk. De Grote Kerk is dus dat miniatuur Bachfestival. En zo kun je heel goed zien hoe ongelooflijk groot dat schip is. Wat dus nu inderdaad aan het draaien is. En daar ligt de Dordtenvaar. Er is straks nog een heel klein stukje spannend bij de vaart van de Dordtenvaar. Want als je van de ene haven naar de andere haven moet, dan heb je hier in Dordt een bruggetje, een laag bruggetje, de Roobrug. En het was maar net de vraag van de week of het water niet te hoog zou staan, dat we onderdoor zouden kunnen. Dus ik denk zelfs dat ons koningspaar het hoofd zal moeten buigen om onder de bruggen in Dordrecht door te komen.
De prinses er dus vandaag voor het eerst bij. Prinses Alexia, prinses Ariane voorop. Prinses Ariane net jaar geweest eigenlijk, 8 jaar. En prinses Alexia wordt binnenkort 9. Pardon, nee, ze wordt 9, wordt 10, ze is 9. De drie zusjes zitten nu nog allebei, alle drie op dezelfde school, de Bloemkampschool. En prinses Amalia gaat na de zomer naar het middelbaar onderwijs. Ze gaat naar het Christelijk Gymnasium Zorgvliet in Den Haag. Onder de boombrug door. Als de Dortevaar hier rechtdoor zou varen, zou ze de Noord opvaren. Maar ze gaan linksaf om het Groothoofd heen. En dan daar de Wolwevershaven in. Dit zijn natuurlijk historische havens waar de koninklijke nu doorheen gaat. Oorspronkelijk is deze Wolwevershaven overigens alleen gegraven als een soort verbinding naar die nieuwe haven toe. Maar ja, als die er dan toch ligt, dan kun je hem beter gebruiken, hebben de Dortenaren gedacht. Dus vandaar dat er ook allerlei pakhuizen langs zijn ontstaan, aanlegstijgers. En zelfs dokken. En een heel oud dok ligt ook nog steeds, dat gaan we dadelijk zien. Meneer Muller had het er net al over. Het hoogwater zou spannend kunnen worden. En het is inderdaad hoogwater. Maar ik neem aan dat ze vanmorgen wel even hebben gekeken of het ging lukken. Maar 11:30 dan is het ongeveer op zijn hoogst. Op zijn hoogst, maar volgens alle berichten zou het inderdaad moeten gaan. Maar dat blijft altijd spannend. Het is een mooie passage in ieder geval daar. Het mooie van die oude havens is ook dat je ziet er ook pakhuizen staan, met name naam Stockholm, Bordeaux. Dat zijn ook de plekken waar vanuit Dordrecht vroeger echt de handel mee gedreven. Dus dat zie je langs de Wolwevershaven en de straat die erachter, de Wijnstraat. De prinsesjes er vandaag dus wel bij, waar koningin Maxima en koning Willem-Alexander normaal dochters toch zo veel mogelijk uit de publiciteit proberen te houden. Vandaag is natuurlijk een andere dag. Overigens blijkt dat uit de enquête van Ipsos dat het grootste deel van de Nederlanders daar ook wel begrip voor heeft. Heel veel, 7 op de 10 Nederlanders bijvoorbeeld, vindt dat Amalia nog te jong is voor officiële taken, zoals bijvoorbeeld het openen van een ziekenhuis of zo. Bijvoorbeeld haar, ik zou bijna zeggen collegaatje, Elisabeth, de Belgische kroonprinses, die opende zo'n ziekenhuis toen ze 9 was. Maar voor de Nederlanders hoeft dat dus helemaal niet.
Dit is zo'n pakhuis aan die wolwevershaven. Het voordeel van het hoge water is ook natuurlijk, het is weliswaar een probleempje om onder die brug door te gaan, maar voor de mensen aan de kant is het natuurlijk beter zicht op de boot natuurlijk. Dus dat, heeft ook, dat is de andere kant van het verhaal. Ja, deze brug is nog niet zo spannend, dat gaat nog goed lukken. De volgende brug. Dit is een brug die eventueel open kan. Dat is de Damiatenbrug. De volgende is een vaste brug. We zitten nu als het ware even met de koninklijke familie aan boord. En dit is wat zij dus zien vanaf die boot. Kade is goed vol. In de eerste haven, als je nu ervaart, die Wolwevershaven, liggen een heleboel ook antieke schepen. Zeilschepen, maar ook oude stoomschepen. Ook een aantal schepen die voorbij gekomen zijn in de tocht. In het tweede gedeelte van de haven, dat is de nieuwe haven, dat is een jachthaven. Daar liggen allemaal jachten afgemeerd. Dit heet dus de Wolwevershaven. Je vindt in Dordrecht heel veel namen terug van waarin gehandeld werd. Dus de aardappelmarkt, de groenmarkt, de houttuinen. Ze hebben bijvoorbeeld ook heel veel met wijn altijd gehad. Wijn was een heel belangrijk product voor Dordrecht. Het spreekwoord, goede wijn behoeft geen krans. Dat kwam hier heel goed van pas. Dat schijnt hier ook vandaan te komen. En dat kwam eigenlijk zo doordat iedere wijnhandelaar, die mocht altijd maar uit één vat wijn schenken. Pas als dat leeg was, dan werd de volgende aangeslagen. En als het dan zover was, dan hingen ze een krans op de deur. Maar als dat volgende vat nou echt hele goede wijn had, dan hoefde die krans helemaal niet meer. Dat wist heel Dordrecht dat binnen de kortste keren. Vandaar, goede wijn behoeft geen krans. Een bijproduct van die wijnhandel was overigens ook dat begin november het hier altijd goed toeven was. Want in de dagen voor 10 november was de regel dat de wijn niet overjarig mocht worden verkocht. Daarom werd het goedkoop verkocht. Menno. Ja, we zitten bijna bij die brug, de brug inmiddels. En de bekendste brug van Nederland voor vandaag, de Roobrug. Kijk, dat is dat halve maandje daar, dat wat je net boven het water uit ziet gaan. Nou is de vraag, kan de Dordtevaart onderdoor? De vraag is ook, kunnen wij er onderdoor? Dat gaan we als eerste testen. Gaat het ons lukken, denkt u? Ja, natuurlijk. Even de kapitein erbij. Ja hoor, dat gaat lukken. Er ligt wel een schip. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat maakt ons niet uit. Nou, we gaan het proberen. Varen maar er onderdoor. Dat moeten we rustig aandoen. Dat kan niet te snel. En we moeten vooral allemaal bukken. Allemaal, jongens. Ja, nou. Bukken wordt hier geroepen door de schipper. Ons gaat het lukken, zo te zien. Ja, heel langzaamaan varen we dan de andere haven binnen. Maar gaat de Dordtevaart dit ook lukken, is de vraag. Nou, het schip is eventjes bezig. Dat is stuurmanskunst hier aan boord. Dat gaat allemaal prima goed. Zegt de vraag zowel, gaat de Dordtevaart dit ook lukken? Nou, het zou kunnen, maar ik weet het niet hoor. Nou, we gaan het zien. Het koninklijk gezin. En het wordt dus spannend. Moeten ze die boot uit of moeten ze heel diep bukken? Als ze niet onderdoor gaan, dan gaan ze aanleggen bij dat ponton daar. Ik heb toch de indruk dat ze daarop afkoersen.
Ja, zo te zien gaat de Dortevaar niet onder de Roobrug door. Het water is dus te hoog. Deze boot ligt natuurlijk ook hoger dan het bootje waar Menno op zat. Dat betekent eigenlijk klunen. Zo zou je het kunnen zeggen. Ze moeten eventjes hier overstappen, uitstappen, naar de andere kant van de brug lopen en dan over in een andere boot. Amalia helpt even. Hier gaat de koninklijke familie dus over. Ze stappen uit de Dortevaar, lopen naar de andere kant van de brug. Dat betekent voor het publiek overigens dat ze iets dichterbij komen dan ze hadden gedacht. Dus die zullen het niet erg vinden. Zoals bijvoorbeeld een extra fotomomentje van de koning en koningin met hun dochters. Een klein stukje klunen, zoals het hier gekscherend werd genoemd. Maar goed, dat zou de koning, dachten ze, wel toevertrouwd zijn. Aangezien hij toch de Elfstedentocht al een keer gedaan heeft. En inderdaad dus extra gelegenheid tot handjes schudden. Zoals door prins Bernhard en prinses Annette. Prins Pieter Kisteljaan. Wat we daar mooi zien liggen is een dok, gebouwd in 1928. En dat dok is inmiddels een rijksmonument, omdat het industrieel historische waarde heeft. Het bijzondere van dit dok is dat je echt
En in de nieuwe haven, daar liggen ze al klaar. En kijken ze, hebben ze de eerste rang om te zien hoe de koning en de koningin en de prins aan boord gaan, hè? Ja, zeker. We voelen ons heel erg bevoorrecht. Dus we liggen hier fantastisch. Ja. Aan boord van die schepen mochten alleen maar de eigenaren en directe naaste familie. Dus ze mochten geen vrienden meenemen, geen neven of nichten. Nee, alleen maar naaste familie. Het heeft natuurlijk alles te maken met de veiligheid. Overstappen levert natuurlijk wel een heel klein beetje vertraging op, want even onder de Robrug doorvaren, dat was sneller gegaan dan allemaal uit de boot, handjes geven en allemaal weer in de boot. Maar ze zijn weer op weg. Ze zijn dus op weg naar de Grote Kerk en in de buurt van de Grote Kerk is Siem Raju. Ja, de spanning die neemt hier toe, want de koninklijke familie komt hier zo meteen aan wal. En ik sta hier met Cor Vriends, voorzitter van de Koninklijke Dordrechtse Roei- en Zeilvereniging. Is het voor u ook spannend? Voor ons is het ook spannend. Kijk, dit is maar één keer dat je het meemaakt. En we zijn er helemaal voorbereid. We hebben ook de kans gehad om ons voor te bereiden. En wij zijn trots dat hier de koninklijke familie voet op bij onze vereniging zet. En wat heeft u allemaal in petto voor de koning? Nou, niet zoveel, want wij zijn meer een omlijsting dan een programmaonderdeel. Dus ze lopen hier langs en ze gaan dan naar de Grote Kerk voor een programmaonderdeel. Maar wij zetten ons beste beentje voor. En ze krijgen in ieder geval een warm onthaal hier. Een warm onthaal en we hebben nog een speciale groet voor hem. En nou ja, we hopen dat het weer werkt mee en we hopen dat we een prettig verblijf hebben hier in Dordrecht. De nieuwe haven, thuis dus voor veel jachten, plezierjachten. En dan denkt u misschien, ja, maar die kunnen toch ook niet onder die Robrug door? Nee, dat klopt, maar gelukkig kun je aan de andere kant, als je daar rechtdoor vaart, naar rechts, dan kun je zo de rivier op. Meneer Mullen, liggen er nu altijd zoveel jachten of is dat speciaal voor vandaag? Nee, dit ligt altijd. Het is echt een jachthaven. Deze jachten liggen er eigenlijk altijd. Het is altijd helemaal jachthaven geweest. En dat is ook mooi van bovenaf Dordrecht ziet. Dan zie je ook inderdaad die havens liggen als schillen waar je in en uit kan varen. En weer een bruggetje natuurlijk. Dit is niet een kritisch bruggetje. En CM staat inmiddels bij de roeivereniging zelf. Ja, dat klopt. En ik had het net over een warm onthaal, maar hier zo aan het water is het toch best wel frisjes. En de roeiers van de roeivereniging die gaan zorgen voor dat warme onthaal. Hoe gaan jullie de koning verwelkomen? We gaan een soort erehaag maken met onze riemen. Daarmee doen we al onze riemen een stukje naar voren en dan gaat de koning onderdoor lopen. Is dat nou nog moeilijk? Nee, het is alleen de peddel riem vooruit duwen en hopen dat hij niet op zijn hoofd valt. Oké, dankjewel. Het laatste stuk van de haven heette de houttuinen. Daar komen ze zo dadelijk aan. Die kade werd vroeger gebruikt voor houtopslag. Alles verwijst in Dordrecht naar de handel. Veel schepen dus die hier liggen, veel jachten van Dordtenaren zelf, maar ook bijvoorbeeld veel Engelsen die hier liggen. En hier op de voorgrond al de toren van de Grote Kerk.
in die grote kerk dus zometeen een soort mini-voorstelling van het Bach-festival, wat ze hier één keer in de twee jaar houden. Dames in klederdracht. En hier zijn ze dus bij de roeivereniging. Op weg dus naar de Grote Kerk, waar het kleine Bach-festival is. De Grote Kerk heeft een speciaal Bach-orgel. Dat is in 2007 in gebruik genomen. Dat is ook speciaal voor Dordrecht, althans is speciaal in Dordrecht terechtgekomen, omdat de muziek van Bach heel veel wordt gebruikt in de protestant-christelijke cultuur. Daarom is Dordrecht uitgekozen. En omdat dat orgel hier kwam te staan, hebben ze bedacht dat ze een Bach-festival wilden. En bij dat Bach-orgel was hij hem alvast. Ja, meneer Ardes, we staan hier in de Grote Kerk. En dit is wel een van de pronkstukken, hè? Ja, absoluut. Achter mij ziet u het Bach-orgel. Dat is in 2007 gebouwd. Een heel bijzonder instrument in Nederland. Het is namelijk gebouwd volgens de bouwwijze van Gottfried Silbermann. En dat was de orgelbouwer die leefde en werkte in de tijd van Bach in Saksen. En Bach heeft zich lovend uitgelaten over het werk van Gottfried Silbermann. En hier achter mij is de bouwwijze van deze orgelmaker op de voet gevolgd. En ook het enige orgel, hè? Het is het enige orgel in Nederland wat op die wijze gebouwd is. En weet u eigenlijk of dat koning Willem-Alexander van de muziek van Bach houdt? Ja, hij is echt enthousiast over de muziek van Bach. Alhoewel hij ook, ik heb hem anderhalve week geleden gesproken, zich heeft laten ontvallen dat hij het ook allemaal wel wat ruiger wil horen. En gaat het vandaag wat ruiger worden? Het gaat ook wat ruiger worden, maar hij geniet ook erg van Bach puur. En hier geniet je ook van de groet door de roeispanen. En hier neemt iemand even zijn kans waar om de koning te interviewen. Ook hier weer veel publiek langs de kant. En mensen hier wisten van tevoren dat ze wellicht de kans kregen om even een handje te geven aan leden van de koninklijke familie. En ook koningin Maxima en koning Willem-Alexander nemen daar hier even de gelegenheid voor. Het Bachfestival begint zometeen al buiten in de Grote Kerkstuin. Daar wordt het gezelschap ontvangen met muziek. Dat is dan een samenwerking tussen het Dordtse Philharmonisch Orkest en Jubal. Dat zijn twee orkesten hier vandaan. Die wilden al langer samenwerken, maar het liep iedere keer mis door de volle agenda's. Maar voor vandaag, Koningsdag 2015, is het gelukt. En voor de gelegenheid is er een nieuw stuk gecomponeerd. Dat gaan we nu horen. Herinnering aan Holland. Compositie op het beroemde gedicht van ook de beroemde Nederlandse dichter Hendrik Marsman. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan.
staat dus dat Dordts Philharmonisch Orkest samen met Jubal. Zie ik brede rivieren. Ja, dat is zeer toepasselijk voor Dordrecht natuurlijk. Hoogheid, hoe vindt u het om vandaag hier in Dordrecht te zijn? Een fantastisch mooie stad. Geweldige ontvangst zoals u ziet. En een beetje mooi weer. En jullie kunnen vandaag voor het eerst varen, hè, tijdens Koningsdag. Voor het eerst van, volgens mij, ik kan me niet herinneren dat we het ooit eerder hebben gevaren. Jawel, we hebben in Leiden wel eens gevaren. Maar toen regende het. Met een paar pluutjes van die doorzichtige. Dus dat is niet exclusief. Maar wel op deze manier, met zo'n mooi botendefilé, dat is ik wel helemaal nieuw. En ik moet zeggen, erg indrukwekkend. Veel plezier vandaag. Dank u wel. Ik heb mijn eerste bloemetje binnen. Ik ben er heel blij mee. Hoe is het om vandaag zo hier in Dordrecht te zijn? Het is geweldig en we hebben volgens mij heel veel geluk. Iedereen is heel erg blij. We hebben een hele mooie display gehad vanochtend op het water. Alleen het is een beetje koud. Ja, het is toch wel frisjes, hè? Nou, het valt mee. Ik vind het nog meevallen. De zon schijnt, dus iedereen is zo anders. Meerdere lagen aan, ik niet. Ik heb een heleboel lagen aan, dat scheelt. Philharmonisch Orkest horen, in Dordrecht ook wel bekend als De Phil. Gewoon een zoen van prins Maurits. Drie zelfs. Geweldig. En hoe voelde het? Heerlijk. Ja, dat is het waard geweest om vanaf 7 uur hier te staan. Ja, goed plekje. En we hebben een super dag gehad. Samen met Johan, echt heel gezellig. En met mijn vrienden Rijn en Antoinette. En gaat u nou nog proberen van andere prinsen een zoen te scoren? Nou, we hebben wel een hand gehad van de andere prinsen. Maar zoenen, dat zat er niet meer in. Dank u wel. Maar ik ben hier heel blij mee.